Goeiedag, beste mensen. Mijn naam is Jim van Os. Ik ben betrokken bij PsychoseNet. En ja, het is met groot plezier dat ik deze serie video's kan aankondigen. In het kader van Psychosis Awareness Day. Daar besteden we natuurlijk aandacht aan bij PsychoseNet. En ja, PsychoseNet is zeer dankbaar dat Valérie, die stagiaire was bij PsychoseNet de afgelopen maanden, een aantal leuke video's heeft gemaakt in het kader van Psychosis Awareness Day, waarin zij onderzoekt met ervaringsdeskundigen van hoe je nou omgaat eigenlijk breed met psychische kwetsbaarheid. Ik denk dat dat een belangrijk thema is in het kader van Psychosis Awareness Day. Nou ja, en we hebben een aantal video's voor jullie gemaakt en hopen dat dat een goede bron kan zijn om met ons allen verder na te denken over het thema van psychose en hoe we ook daar met ons allen iets tegenover kunnen stellen om mensen te helpen daar hun weg in te vinden. Dus bedankt Valérie en ik hoop dat het een goede bijdrage gaat zijn voor jullie. Bedankt. Hi, ik ben Valérie van PsychoseNet en vandaag interview ik Mirjam over hoe je omgaat met psychische kwetsbaarheid. Mirjam, wil je daar iets over vertellen? Ja, hoe ik omga met mijn eigen psychische kwetsbaarheid of die van anderen is eigenlijk vooral door te kijken naar hoe ik mijn dag indeel en waar mijn grenzen liggen, goed kijken naar hoe ik me voel die dag, wat ik op planning heb staan en vooral ook dingen te blijven doen die ik heel erg leuk vind en waar ik energie uit haal en ook waar ik afleiding in vind, waardoor mijn gedachten weer rustig worden en ik eigenlijk weer andere dingen aan kan pakken, denk ik. En wat zou jij kijkers adviseren hoe zij voor zichzelf kunnen uitvinden hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid? Ik zou vooral heel erg op zoek gaan naar balans. Dus accepteren dat als jij één dag in de week werken al best wel zwaar vindt, dat het oké is. En dat je dan gewoon andere dagen rust moet nemen of moet gaan wandelen of sporten om te kijken wat dan bij jou past en wat maakt dat jij eigenlijk zelf weer rustig wordt. Het is vooral echt een proces van accepteren en leren en voelen wat past bij jou, wat hoort bij jou en waar voel jij je goed bij. En je dan vooral niks aantrekken bij alles wat anderen van jou vinden of verwachten, ook al is dat heel moeilijk. En hoe denk je dat dat proces, hoe dat goed gaat verlopen? Zijn daar zeg maar mensen voor nodig, psychologen, hulpverleners? Of hoe kan je zo'n proces constructief vormgeven? Ja, ik vind het zelf, het is eerst zeg maar wel een proces van jezelf ontdekken en zelf ontdekken wat je fijn vindt. Maar ik vind het wel fijn dat als ik hulp nodig heb, dat ik dat kan vragen aan iemand. En dat diegene dan met me meekijkt zonder dat hij het overneemt of dat hij dingen voor me gaat invullen. Dus echt ook de ruimte heeft en de rust heeft om naast me te gaan staan en mee te denken. En het dus ook oké vindt als ik dingen niet oké vind of dingen nog niet wil doen of kan doen. En dat is dus een psycholoog, of kan dat ook een vriendin zijn of een huisdier? Nee, dat kan juist ook een vriendin zijn of een huisdier of een ouder iemand die gewoon even een rondje met je wil wandelen, zodat je even je gedachten kunt laten gaan of kan delen zonder dat er gelijk van alles aangehangen wordt of oordelen over geveld worden. Juist dat hele normale leven, dat is eigenlijk waar ik dan het meest naar op zoek ben. En wat helpt jou daar dan heel veel in? Wat mij dus vooral heel erg helpt is gewoon dat mensen niet bang worden van dingen die ik zeg of dingen die ik voel. Dus eigenlijk dus echt gewoon naast me blijven staan. En ik vind het ook wel zeg maar fijn om te weten dat ik niet de enige ben in dingen die ik voel of denk. Dus als ik dan van anderen hoor dat zij er ook mee zitten, dan denk ik, oh, ik ben niet alleen. En juist het feit dat je erover kan praten of gewoon de ruimte krijgt om jezelf te zijn, zorgt ook weer dat je ruimte krijgt om weer anders te gaan kijken naar andere dingen, naar jezelf, naar dingen die je wel wilt of wel kan. Het
Terwijl als je zeg maar alles voor je houdt of alles moet gelijk opgelost worden, dan blijf je er vaak veel langer in hangen. Dus kijk liever naar, oké, ik voel me nu slecht. Maar wat kan ik doen om me nu beter te voelen? Wat heb ik daar dan voor nodig? En door me daarop te focussen in plaats van het probleem oplossen. En het klinkt zeg maar mooi zoals je dat zegt. En heel veel mensen die weten misschien rationeel ook wel dat dat soort dingen belangrijk zijn. Maar wat als je emotioneel zeg maar wanhopig bent of niet weet hoe je dat soort dingen ooit kan bereiken? Dat vind ik best lastig. Maar ook dan is het denk ik heel belangrijk om te accepteren dat je ook wanhopig mag zijn. En ik lig ook wel eens een hele dag in mijn bed te huilen omdat ik me niet goed voel. Of dat ik heel moe ben, dat ik wil slapen. Maar juist door daar niet te tegen vechten, maar juist te accepteren en even die ruimte te nemen, merk ik dat ik me de volgende dag alweer anders voel. En er weer anders tegen aankijk. Terwijl als ik dan ook nog tegen mezelf ga zeggen, ja, ik ben ook zo zielig, want ik voel me weer dit en ik heb weer dat. Blijf ik eigenlijk in hangen en merk ik dat het alleen maar langer duurt voordat ik me weer beter ga voelen. En wat als mensen geen perspectief meer zien op lange termijn? Ook al proberen ze dan te accepteren dat ze zich nu slecht voelen, maar misschien geloven dat het nooit meer beter gaat worden? Ja, dat is wel heel moeilijk. Maar ook dan is het echt, zeg maar, het is oké om dat te voelen. Het is ook oké om... ik zeg altijd, ik vind het ook oké als je het gevoel hebt dat je het leven niet meer aan kan. Of als je even niet meer wil leven. Het hoort er soms ook gewoon bij. Het klinkt echt heel naar en stom misschien. Maar juist die momenten laat je op een ander moment ook weer zo erg inzien hoe het leven het waard is of zoiets. En ook als je geen perspectief meer hebt of vindt. Ik heb altijd wel zoiets van oké, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om een stukje met de hond te wandelen of te slapen. En door juist dan afleiding te zoeken of maar door puzzels te gaan maken of dat soort dingen. Zie ik en voel ik dat er toch wel weer ruimte ontstaat. En nou, soms heeft dat een dag nodig, maar soms ook een week. En weet ook gewoon dat je er echt niet alleen in bent. En dat je dat ook tegen andere mensen mag zeggen en kan zeggen. En ik hoop dan heel erg dat die mensen gewoon lief voor je zijn en niet in paniek raken. en allerlei hulp gaan inschakelen, wat ook oké kan zijn. Maar dat je echt wel dicht bij jezelf blijft en kan voelen en mag voelen, oké, wat heb ik nu nodig? En geloof jij dan dat voor ieder individu op lange termijn het zeg maar goed komt, om het zo heel zwart-wit te zeggen? Ja, het komt goed. Ook al is het nog zo zwart, het komt echt wel goed. Alleen het heeft echt tijd nodig. Heel veel tijd soms. En vertrouwen in jezelf. Ik vind het oké als je niemand anders meer op de wereld vertrouwt. Maar blijf altijd jezelf vertrouwen en volg gewoon echt je eigen gevoel. Dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. En dat is soms ook heel lastig, want je kunt ook heel erg twijfelen aan je eigen gevoel. Als je gedachten iets denkt en je voelt toch dit. Maar ook daar neem gewoon je tijd ervoor. En zoek ook echt afleiding. Dus oké, je kunt te lang in je hoofd blijven zitten als je alles gaat doordenken. Maar ga dan gewoon iets doen. Doe desnoods twee dingen tegelijkertijd, zodat je heel even afgeleid bent. En ga daarna gewoon weer kijken naar oké, en nu. Maar ja, het komt wel echt altijd weer goed. En naast geloof in jezelf en in je eigen eigenlijk intuïtie, als ik het zo formuleer. Wat vind je nog belangrijke dingen om eigenlijk uit de put te komen? Wat ik wel belangrijk vind, zeg maar, iedereen is gewoon mens. Dus een dokter is ook gewoon een mens. Die kan zich net zo slecht voelen als dat jij je eigenlijk voelt. En is niet per se beter of slechter dan jou. En dat is ook wel iets wat ik mezelf dan voor probeer te houden. Dat ik denk van, oké, ik voel me nog zo slecht. Maar anderen voelen zich misschien ook heel slecht. Ik ben niet alleen. En morgen voel ik me weer anders. En als het echt niet gaat, dan kan ik altijd de huisarts bellen of dan staan ze voor me klaar, zeg maar. Dat probeer ik wel in mijn hoofd te houden. Dus dat je niet alleen bent, dat is ook nog iets belangrijks. Ja. En zijn er verder nog dingen die echt belangrijk zijn om vooruit te komen, zeg maar? Een soort van de kleine stapjes, hele kleine stapjes. Niet te snel willen. En ook misschien wel een klein beetje geloven dat het
komt zoals het komt. Ook al is dat super moeilijk, omdat het soms voor jezelf helemaal geen vooruitgang voelt. Maar dan ook, denk ik, sta soms ook echt eens stil bij hoe je jezelf was een jaar geleden of zoiets. En op dat soort momenten zul je zien dat echt wel dingen veranderd zijn. Of misschien positief, misschien negatief. Maar dan zul je zien dat er wel beweging in zit. En beweging kan altijd twee kanten op gaan, positief en negatief. Dus je staat nooit stil. En als mensen eigenlijk jaloers zijn, om het zo te zeggen, op anderen hun leven, omdat het daar bijvoorbeeld beter gaat of lijkt te gaan, mm-hmm. Hoe kan je daarmee omgaan? Geloof mij, het leven van een ander kan er nog zo mooi uitzien, maar je weet niet wat er in het hoofd van die persoon afspeelt. En ik snap ook dat het heel verleidelijk is om soms te kijken naar artsen of weet ik veel, mensen in de politiek waar hun leven helemaal perfect uitziet. Die wonen samen, hebben kinderen, hebben studie afgerond, baan, alles gaat lekker op vakantie. Maar weet ook, dat kan ook allemaal schijn zijn en het kan ook allemaal nep zijn. En je weet niet hoe die mensen zich voelen, dus ik probeer daar echt zo min mogelijk naar te kijken. Of ja, het is wel heel moeilijk, maar ik probeer echt voor mezelf te kijken van oké, waar word ik nou blij van? Wat wil ik nou? En probeer gewoon mijn eigen doelen na te streven en wat heb ik daar dan voor nodig om dat te bereiken. Dus kort gezegd, vermijd je eigenlijk het focus op andermans leven, maar richt je op je eigen leven? Ja. Oké. En is er nog een laatste ding of iets, zeg maar, wat je de kijkers wil adviseren? Of meegeven? Ja, vertrouw op jezelf. Weet dat het oké is om soms ook heel bang te zijn, om je heel naar te voelen. Dat het echt slecht met je mag gaan, dat het oké is. Blijf altijd vertrouwen hebben in jezelf. Want je kent jezelf het beste en het komt goed. Alleen soms heeft het heel veel tijd nodig. Oké, nou super bedankt voor het interview. En iedereen nog een fijne dag gewenst.